Hoi en welkom weer bij een nieuwe video. Super leuk dat je weer kijkt. Vandaag ga ik jullie mijn room tour, oftewel in mijn geval home tour, laten zien. Ik woon al op mezelf en heb dus een appartementje. En het is niet heel erg groot, zoals je wellicht ook weet. Ik heb al vaker een home tour opgenomen, maar het ziet er momenteel weer heel anders uit. En het leek me dus leuk om jullie weer een soort van update te geven hoe het er momenteel uitziet. Het kan zijn dat ik in de video iets vergeet te vermelden waar iets vandaan komt. Maar mocht je nou ergens heel erg benieuwd naar zijn of nieuwsgierig naar zijn, laat het dan weten in de reacties, dan kan ik daar alsnog op beantwoorden waar iets vandaan komt. Vergeet niet alvast een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren wanneer je dat nog niet had gedaan. Ik post iedere dinsdag, donderdag en zaterdag om 4 uur een nieuwe video op mijn kanaal. En abonneren is natuurlijk helemaal gratis en op die manier blijf je ook helemaal up-to-date wanneer er een nieuwe video online komt. Ik ga niet verder kletsen, ik ga jullie gewoon laten zien hoe alles eruit ziet en let's get started! Ik begin als allereerst met de slaapkamer, want die vind ik er wel echt het leukst uitzien. Dat is de deur waar je binnenkomt naar de slaapkamer. En daar heb ik ook gelijk de badjas aan opgehangen. Hier een spiegel, die komt van de IKEA af. And that's me. En dan hiernaast hebben we een open kledingkast. En deze heb ik helemaal samen met mijn vader in elkaar gezet. Bovenop staan mandjes van de IKEA. Ik wil er eigenlijk in het midden ook nog eentje hebben, zodat het mooi aansluit bij elkaar. Of ik wil sowieso nog iets in het midden doen, zodat het ja, wat leuker staat. De kleding heb ik allemaal gesorteerd op kleur. En dan daaronder heb ik nog wat decoratie-items toegevoegd. Zodat het er gewoon wat leuker en rustiger uitziet. Ik hou echt heel erg van clean, van wit, zoals je wel opvalt. Daaronder staan nog twee ladekasten. Volgens mij zijn dat de Malms. Weet ik niet zeker. Met een paar schoenen van mij en een kleedje. En een teddybeer die ik van mijn vriend had gekregen bij Walibi. Zo'n hele grote is dat. Dat is wel lastig. Hij is super leuk. Maar ik weet niet zo goed waar ik hem kwijt moet. Dus hij zit daar maar. Tegelijk met een andere teddybeer. Dan staat hier nog een plant. Pachira is dat geloof ik. Alleen die heb ik af moeten knippen omdat die een beetje dood aan het gaan was. Dus ik hoop dat hij nu daar het beter doet. En weer een do-it-yourself project. Die link ik ook wel eventjes in de beschrijving. Om een beetje lente in je huis te creëren. En vervolgens heb ik hier een koelkast staan. Volgens mij is dit de helft van een billy, zeg maar. En daarin zitten allemaal boeken van mijn studie. Hobbyboeken, dus kookboeken. Dingen die ik echt leuk vind om te doen met mode, beauty, dat soort dingetjes. En een koffiehandboek zit er ook nog in. Ik ben echt dol op koffie maken. Mijn parfum stash. En wat rommel zit er onderin nog in. Dan daarnaast staat mijn bureau. En die heb ik helemaal met marmerfolie omhuld, zeg maar. Of ja, helemaal bedekt met marmerfolie. Omdat die eerst helemaal zwart was. En dat vond ik echt niet bij de kamer passen. En marmer is gewoon wat meer wit met grijs. En dat vond ik toch een veel mooiere sfeer geven. Dus die heb ik helemaal gecustomized, om het zo maar te zeggen. En ik ben er echt mega blij mee, want het staat echt een stuk beter. Er zijn 3 cactussen op en ik krijg best wel vaak de vraag van jullie waar die van zijn. Die zijn van de Aldi, heb ik die keer gekocht. En dat is al een tijdje geleden, maar ik hoorde van best wel veel meiden dat ze die nu nog hebben in de uitverkoop. Dus je zou nog kunnen kijken of ze ze hebben. Dan mijn laptop waar ik altijd op werk en mijn video's bewerk en al dat soort dingen. Gewoon een notitieboekje en een spiegel. Met wat sieraden eraan. En ook nog een sieradenkistje van mijn oma. En daarachter zie je dan allemaal plantjes staan. 3 van die zelfkweekpotjes. Waar nu... even kijken wat zit erin. Ik geloof tomaat, sla en aardbei. Ik heb alleen geen idee wat waarin zit. Want dat ben ik al vergeten op te schrijven. En daarnaast staat nog een do-it-yourself project. Een soort do-it-yourself terrarium. Dan gaan we door naar het stuk ernaast. Er staat een mand met sloffen erbij. En in die mand zitten allemaal tijdschriften en een dekentje. En hier heb ik zo'n soort kubus. Een keertje gekocht bij de Lidl. Maar deze heb je ook geloof ik bij de IKEA. Kun je ze kopen. En er zitten van allerlei decoratie-items in. Linksonder zat eerst een plant. Maar die heb ik ergens anders neergezet. Omdat die veel te veel zon daar kreeg. En niet dus te hard ging. En voor de verdere rest zit er eigenlijk van alles wat in.
Gewoon een beetje naar smaak heb ik wat items toegevoegd. En daarbovenop twee kaarsen op een kandelaar. Een klein schilderijtje met van die nepbloemetjes erin. Een zonnebril, een zelfgemaakte interieurspray en een lamp. En daarnaast staat nog een boekenkast. Weer zo'nzelfde soort Billy is dat, geloof ik. En daar zit eigenlijk alleen maar make-up en verzorgingsspulletjes in. En daarnaast staat ons bed. En ik vind het altijd super leuk om ons bed gewoon lekker gezellig op te maken. Met een dekentje, leuke kussentjes. Gewoon lekker leuk gedecoreerd. En die kussentjes heb ik ook in een do-it-yourself video gemaakt. Dus ik zal de linkjes allemaal wel eventjes in de beschrijving zetten. Dan weten jullie dat. Dan hebben we nog eigenlijk de achtergrond die jullie altijd zien. En dat is het gedeelte boven mijn bed. En daar film ik altijd voor. En daar hangt ook altijd die lichtslinger aan, die lichtsnoer. Een boeddha-hoofd heb ik erboven gehangen. En gewoon een leuk plankje opgehangen. Plantje erbij, foto's van ons en van mezelf. En een paar lekkere parfums. Gewoon echt zo'n gecustomized persoonlijk plankje. En dan gaan we door naar de badkamer. Dan is dit onze badkamer. Deze hebben jullie ook al kunnen zien in een video die ik laatst heb gepost over dat ik mijn badkamer heb geresteld of een makeover heb gegeven. Hier is de wastafel met een bodylotion pompje, handenscrub en daar zit bij ons de handgel in, handwash. Wat de schijfjes, wat de staafjes, een lekker geurtje en een plant. Dan de douche. We hebben een heerlijke regenstortdouche. Dat is die grote kop. En dan nog een kleine erbij voor wanneer je dat zelf fijn vindt. En om het wat gezellig te maken heb ik een plateau met kaarsjes toegevoegd. En een schilderij. En dan staat nog onze wasmachine hier en onze wasmand, omdat wij daar anders geen plek voor hebben. Dit is de enige aansluiting die we hebben hier. Dat is de badkamer. Dit is de hal en daar zit onze voordeur. En we hebben niet zo'n heel groot huis, we hebben echt een klein appartementje, vandaar dat hier dan ook het wasrek staat. En hier staan al mijn MAC lipsticks en high-end lipsticks. Deze schoenenkast. Met een spiegel erboven. Dan tegenover het schoenenkastje is onze bel en... nog een kastje. Dan is aan de rechterkant van het kastje de kapstok. Dan gaan we naar de keuken. En oh ja, de was hang ik soms over de deuren heen. Want anders hebben we niet genoeg plek, helaas. Hier was allereerst de oven en keukengerei. Dan het fornuis met lekkere appelflappen die ik had gebakken. Koffiezetapparaat, waterkoker. En hier een theehoekje en munt en handgel en handlotion van Rituals. En dit is de deur naar het balkon toe. We hebben echt een heel klein balkonnetje. Hier hangen twee schilderijtjes. De voorraadkast. En ja, ik moet nog iets doen met dit bosje bloemen. Vandaar dat het hier ligt. En dan lopen we nu naar de kamer toe.
Hier hebben we als allereerst het bureau van mij en mijn vriend. Dit is mijn gedeelte. Lekker clean en opgeruimd. Dat komt omdat ik eigenlijk bijna nooit zit. Ik zit vaker op mijn slaapkamer. En dit is zijn gedeelte, obviously, met al die computerstuffs en zo. Dat is niet echt mijn ding. Hier gewoon wat leuke decoratie. De cavia. En nog een kastje. Met een plant ernaast. Dan hebben we hier de tv met het tv-meubel met allemaal dvd's erin. De Wii waar we eigenlijk geen gebruik meer van maken. Maar we kijken op zich nog best wel vaak tv en met name Netflix op tv. En daarboven hangt dan een mooi Boeddha schilderij. En naast de tv staat een soort cd-speler, surround set en zo'n, ja, wat is het precies, zo'n vuurdingetje. Daar kun je dus bioethanol in doen en dan kun je het aansteken. Ik weet niet precies meer de naam daarvoor. En een moodlight. En daarnaast hebben we allemaal spulletjes staan voor de kat. Decoratietafeltje. Met een plant. En daarnaast komt dan de bank. Staat de bank eigenlijk. Met salontafeltje. En boven de bank hangt de schilderij en twee hangplanten. Dan naast de bank staat een kast met een aquarium erop en nog wat andere spulletjes. Een bitprintje van mijn oma die bijna een jaar geleden is dat volgens mij, of bijna een half jaar geleden overleden is. En gewoon een roomspray, nepplantje, kaars van edelsteen en dan het aquarium wat echt verschoond moet worden. En nog een wierookhouder. En hier is nog zo'n plankje wat we nog moeten ophangen boven het aquarium. Dus dat komt hier nog. En dan verstopt in een hoekje achter de deur de krabpaal van de poes en zijn eten en zo. En we hebben hier nog een extra plank neergezet, zodat hij daarin kan krabben, want anders gaat echt onze bank eraan. En dan komen we dus weer uit bij de gang. En dat was alweer hoe mijn huis eruit ziet. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat jullie er leuk aan vinden, wat jullie er minder aan vinden bijvoorbeeld. Of dat jullie misschien iets anders zouden inrichten. Laat het me allemaal weten in de reacties. Dat vind ik heel erg leuk om te weten en te lezen. En dan wil ik je natuurlijk weer hartelijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel graag weer terug. Aankomende dinsdag bij een nieuwe video. Doei!